Welkom terug in het VSK Nieuwscafé. Tijdens deze VSK worden de VSK Awards uitgereikt, sterker nog die zijn uitgereikt, in verschillende categorieën. En in het VSK Nieuwscafé zijn te gast de genomineerden voor de VSK Awards in de categorie energietransitie. De genomineerde productintroducties van deze VSK zijn van ASIN, een luchtdichtheidstool ATT, zeg ik dat goed? U mag er zo van alles over vertellen. Brink is aanwezig, u mag zich zo voorstellen. En Remeha, waterstofketel, een Brink balansventilatie zonder kanalen. Ik zou het fijn vinden als jullie straks zelf even de nominaties toelichten. Daar alles over vertellen, ik heb daar vragen over. Voordat we dat doen, wil ik je vragen om jezelf even te introduceren. Wie ben je en wat doe je waar? Ik ben Niek-Jan Brink, ik werk bij ASIN Instrumenten, directeur bij ASIN Instrumenten. En wij pretenderen verstand te hebben van de fysische eigenschappen van lucht. Dat is heel bescheiden. En daar spelen we mee op allerlei manieren. Lucht. Meten en regelen van lucht. Ja. Vooral meten. Heel duidelijk, kort en krachtig. Ja. Ik kom zo op de nominatie terug. Mijn naam is Adrien Kramer. Ik ben director creativity en product management bij Brink Climate Systems. Bij Brink zijn wij specialist in woonhuisventilatie. Dus wij ontwikkelen eigenlijk allerlei producten voor woonhuisventilatie. Daar zijn lucht, woonhuisventilatie. Ja, klopt. Namens Marco Bijkerk, ik werk bij Remeha in Apeldoorn. Ik ben daar verantwoordelijk voor een stuk business development en innovatieve technieken. Ja, wij houden ons bezig met met name verwarming van gebouwen. Maar inmiddels strekt zich dat uit tot een stuk energie, ook beheer in gebouwen, in de hele energietransitie. Van oudsher, denk ik als betrekkelijke leek, Remeha, van oudsher ketelfabrikant, nu ook warmtepompen. Warmtepompen, WKK, zonlicht, eigenlijk elke vorm van energieomvorming in het gebouw. Ja. Oké. Jullie zijn genomineerd, gefeliciteerd. Dankjewel. Daarmee met de nominatie. Dat is al een prijs op zich, maar dat klinkt als een cliché. Want als je genomineerd bent, zie je het helemaal niet als prijs, want dan wil je winnen. En voordat we aan de kijker bekendmaken wie de winnaar is, voor zover ze dat nog niet weten. Waarvoor zijn jullie genomineerd? Wij zijn genomineerd voor een instrument waarmee je de luchtdichtheid van woningen kan meten. Zoals dat tot nu toe altijd bijna alleen gedaan wordt met de blower door. Een blower door meting is zeer goed, maar best wel omslachtig en alleen weggelegd voor de specialist. En wij hebben een systeem bedacht waarbij je met een simpele meting en gebruikmakend van het ventilatiesysteem, wat in het huis zit, ook de luchtdichtheid kan meten. Wordt er iets in dat ventilatiesysteem geplaatst dan? Sorry? Wordt er iets in het ventilatiesysteem? Nee. Het enige wat er gebeurt als het een WTW is, dan trekken we of de afvoer of de toevoer los en die blokken we af. En dan kan je bijvoorbeeld met toevoer overdruk in het huis maken en met afvoer kan je onderdruk in het huis maken. Okay. En die onderdruk en overdruk samen met de volumestroom van het ventilatiesysteem, dus die moet je weten of meten, kan je de QV10 uitrekenen. Okay. Zou je jullie vinding als revolutionair willen aanduiden? Nou, dat is te sterk. Evolutionair. Dat gaat ver, maar het wordt wel als zeer innovatief aangemerkt. Hartstikke. En ik wil daar wel dan even bij zeggen dat het idee afkomstig is van een geniaal iemand bij TNO. Oké. Heeft hij het in jullie opdracht ontwikkeld of heeft hij het bedacht en is hij naar jullie toegekomen? Dat is het geval. TNO is naar ons toegekomen zoals ze vaker naar ons toekomen. Ik denk dat veel mensen in deze wereld de Flowfinder wel kennen. Een apparaat om volumestroom te meten. Brink heeft er een, Remeha heeft er een. Die is ook door hem bedacht. Ja. En daar maken wij dan een product van. Oké. Okay. Is die uitvinder man of vrouw? Ja. Is man. Is die ook bij jullie langs geweest? Nee, denk ik niet. Nou, toevallig, ons systeem waar we genomineerd mee zijn, is ook via TNO bij ons gekomen. Ja, ja. Dus het is jaren geleden, een jaartje of 7 geleden, hebben ze een idee bedacht om ook in de bestaande bouw woonhuizen te kunnen gaan ventileren. Dat systeem hebben we eigenlijk in samenwerking met hun verder uitgedacht. Komt uit dezelfde groep? Ja, de groep vanzelfsprekend, denk ik. Ja. Wouter Borsboom heeft daar. Ja, exact. Dat is de man die met Hans Pfaff mee werkt. Ja. Ja. Nou, dat is niet geheel toevallig. Dus daar komen goede ideeën vandaan. Ja, dat blijkt. Twee ideeën die genomineerd zijn. Ja. Dat is een mooi bruggetje. Ja. Waarvoor zijn jullie genomineerd? Wij zijn genomineerd voor het multi-air supply systeem. Dat is een systeem, een totaal omvattend systeem, waarbij je eigenlijk in de bestaande bouw ook kan ventileren. Dus woningen moeten
geïsoleerd worden. Moet de kier dicht zijn om in de toekomst energiezuiniger te zijn met z'n allen. Maar dan moet je ook gewoon goed kunnen ventileren. Nou, dat willen we doen met warmte-terugwinning, want dat is eigenlijk de meest comfortabele en beste manier om te ventileren. Maar hoe doe je dat in een bestaande woning waar je eigenlijk niet te veel in wil veranderen? Nou, daarvoor hebben we dit systeem ontwikkeld, waarbij je eigenlijk zonder toevoerkanalen toch in elke verblijfsruimte in die woning gezonde lucht kan inbrengen. Ja. Wat is het? Hoe ziet dat eruit? Waar plaats je dat? Het bestaat uit een systeem waar sowieso een ventilatie met warmte-terugwinningapparaat in zit, een toestel. Die staat op zolder, die blaast een verse lucht uit in het trappenhuis. Vervolgens blijft die kolom, die wordt schoongehouden door CO2-sturing. En dan boven elke deur of in de buurt van elke deur naar een verblijfsruimte wordt een indoor mixfan geplaatst. En die indoor mixfan die zuigt de lucht uit die ruimte af, ook weer op basis van CO2. En zorgt ervoor dat die kamer ook geventileerd blijft. En in de samenwerking tussen die twee componenten zorgt ervoor dat de hele woning goed geventileerd blijft. Okay. Jullie beschrijven je nominaties heel helder. Dankjewel. De nominatie van u. Remea. Ja. Remea. Is een waterstofketel. Iedereen kent de traditionele HR-ketel, combiketel, die je huis verwarmt en voor warm water zorgt. En die hebben wij nu ontwikkeld op zuiver waterstof. Zodat we naar een energiedroger gaan waar geen koolstof bij nodig is en waar dus ook geen CO2 bij vrijkomt. Helder. Daar ben ik een betrekkelijke leek. En als ik waterstof hoor, en misschien hoort u dat vaker van betrekkelijke leken, dan denk ik, is dat wel veilig? Je moet lachen dus. Nee, ik krijg die vraag. Ja, zeker. En, waterstof is toch heel explosief? Ja, dat is een beetje wat in het collectief geheugen terecht is gekomen met de Hindenburg. Ik hoor hier gewoon, precies. Wat dacht je van aardgas? Hoe explosief is dat? Maar precies. Kijk, als je aardgas is net zo gevaarlijk. Ja. Elektriciteit is misschien nog wel veel gevaarlijker. Ja. Wat we geleerd hebben is in de techniek zodanig met die energiedragers om te gaan dat het veilig is. En dat kan met waterstof net zo goed. Toen wij na de ontdekking van de aardgasbel naar aardgas zijn gegaan, toen hebben we best wat moeten doen voor aardgas, maar toen kwamen we van stadsgas af. Hè? Maar stadsgas was voor de helft waterstof. En dat stopte gewoon in gietijzeren leidingen en dat gebruikte we gewoon. Dus je ziet, het ligt een beetje aan hoe je er naar kijkt. Het heeft ook een beetje met de tijd waarin we leven te maken, denk ik. De vraag is niet of het veilig is, maar of je het veilig kunt maken vanuit de techniek. Hoe ver zijn we daarmee? En, ja, dat kan. Ja, dat kan. Gewoon ondubbelzinnig antwoord, ja. Ja, oké. Okay. Dat haalt dus een heel belangrijke drempel weg. Los nog van het feit dat misvattingen kunnen heel hardnekkig zijn. Dus daar zal echt nog wel wat te winnen zijn. Maar dan zou ik zeggen, daarmee is dus een grote drempel geslecht voor een grootschalige introductie. Of zeg je Nou, er moeten meer dingen gebeuren. Hè. Kijk, waterstof op zich is niet zomaar een heilige graal en dan hebben we het probleem opgelost. Waterstof is een energiedrager. Het betekent, we kunnen van energie waterstof maken. Dat waterstof kunnen we of transporteren of bewaren en gebruiken wanneer we het nodig hebben. Dus het is een buffer. En dat is een buffer die we in de toekomst nodig hebben om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hè. In het verleden draaiden we de kraan open en kreeg je energie. In de toekomst zon en wind, wanneer het zich voordoet, heb je het. Maar niet per se als je het wilt gebruiken. Dus je hebt een bufferfunctie nodig. Ja. En we hebben een hele grote bufferfunctie nodig. Nou, dat lukt eigenlijk alleen als je daarnaar kijkt vanuit de wetenschap met een molecuul, een gas. En waterstof is daarvoor gewoon de beste kandidaat. Ja. Betekent dan Dat betekent dat je spullen moet gaan ontwikkelen met elkaar als land om waterstof te produceren uit schone bronnen. Ja. En dat betekent dat je spullen nodig hebt die op waterstof kunnen werken. Ja. Nou, we hebben nu die HR-ketel ontwikkeld op waterstof. Ja. En dat is dus een bouwsteentje wat je nodig hebt om die waterstof-economie überhaupt mogelijk te maken in de toekomst. Het is een enabler. Ja, maar dan zal er ook waterstof door leidingen moeten gaan. Ja. Dus je kan wel een waterstofketel neerzetten, maar als er gas daarheen gaat, dan schiet het niet op. Dan schiet het niet op. Nee. Dus we moeten met elkaar ook, denk ik, in het land en eigenlijk internationaal, die focus ook goed leggen. We hebben nu heel veel aandacht voor het transportsysteem in Nederland. Hè. We hebben een discussie die gaat tussen elektriciteit of gas of warmte of biomassa. Daar bettelen we bijna over, maar dat is slechts het transportsysteem. Ja.
al die energiedragers, die zijn niet goed of slecht. De vraag is, waar komen ze vandaan? Wat is je bron? Is die duurzaam? En daar hebben we relatief weinig aandacht voor. Daar zou de aandacht heen moeten. En vervolgens moeten we die bronnen kunnen bewaren tot gebruik. Ja. Ja, en dan gaan we vanzelf dat waterstof nodig hebben. En die gasinfrastructuur om dat waterstof te transporteren. Ja. Maar nogmaals, daarvoor heb je eerst spullen nodig die ermee overweg kunnen gaan. Ja. En het is een beetje zoals de eerste elektrische auto. Hè? Die was er wel, maar de laadpaal was er nog niet. Maar hoe gaat Remea dan zorgen dat nu de waterstofketel er is, dat door die leidingen waar nu de gas doorheen gaat, dat er waterstof doorheen gaat? Zijn jullie bezig met pilotwoningen of pilotwijken? We zijn bezig met pilotwoningen, dus dan laten we het in één los huis zien. En voor een los huis kun je dat waterstof nog wel op locatie krijgen. Dat kan ook zonder de pijpleiding, hè? Dus noodzakelijk ga je met fles aan de gang. Ja. We zijn pilots aan het voorbereiden, die zitten meer op een wijkaanpak. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, ik pak bijvoorbeeld een wijk van 400 woningen. Ik zet daar een zonneveldje naast of ik de collectoren op de woningen. Zet er een windturbine naast. Een windturbine kan ongeveer 400 huizen waterstof produceren. En dan maak je een wat kleinere eenheid. Ja. Die te overzien valt, maar die al een blauwdruk kan zijn voor Nederland over 20 jaar. En uiteindelijk moet je daar vandaan doorgroeien naar een stuk transitie. Ja, in welke fase? Ja? Daar moeten we dus discussie over hebben met de hele kolom. Want we kunnen dat niet als fabrikant alleen. Je hebt het netwerkbeheerders nodig, je hebt de energiebedrijven nodig, de opwekkers nodig. We hebben de overheid nodig, maar ook hele grote landelijke clubs als Tennet en de GasUnie, die de grote netten beheren. Dus het is een ontwikkeling die de hele kolom moeten integreren en verenigen, anders krijgen we dat niet voor elkaar. Nee. Zijn jullie, hoe ver zijn jullie concurrenten met waterstofketels? Zijn die daar ook mee bezig, überhaupt? Die zijn daar ook mee bezig. We hebben hem vorig jaar op de bouwbeurs voor het eerst laten zien. En volgens mij is daarna iedereen in beweging gekomen. En er zijn meerdere fabrikanten die laten zien dat ze er ook mee bezig zijn. Ja. Okay. Dus het is iets wat nu breed opgepakt wordt. Oké. Okay. In welk opzicht... kort en krachtig is jullie inzending vernieuwend ten opzichte van de huidige technieken. Wat zijn de voordelen? Ja, bij mij is het redelijk simpel. De blower door is een installatie die je achterin een flinke bestelwagen moet meenemen en installeren en neerzetten in een huis. En het systeem wat we nu hebben, dat kon je met een Albert Heijn tasje kan je het huis inlopen. Dus compacter? Super compact, super snel te bedienen. Ja, okay. Supersnel goede dichtheidsmeting te doen. En waar die in het juryrapport wordt het eigenlijk ook wel duidelijk uitgelegd wat je ermee kan. De blower door is de norm. Laten we dat even voorop stellen. Nou, als je volgens de norm wil meten, dan moet je nu, als er een woningproject met 20 huizen wordt opgeleverd, dan moet je volgens de wet of de afspraak er 2 meten. 10% van de woningen moet gemeten worden. En wat gebeurt er nu momenteel? De opleveraar die prepareert die 2 woningen dusdanig dat ze luchtdicht zijn. En ze worden dan gemeten met die blower door. En die andere 18 huizen zijn daarmee ook goedgekeurd. Met ons... Gebeurt dit echt? Dit gebeurt echt. Ik heb toevallig net iemand gesproken die in de branche zegt... Ja, zegt hij, en dan kom ik daar met mijn deur. En dan ben ik aan het meten, dan is die lek. Dan loopt die man nog even rond met de peurspijt. En dan mag ik hem nog een keer meten. Ja, maar als ik het project opkom, dan wordt er al aangewezen... Ga maar naar die woning. De kluit wordt blazer. Ik heb geen bewijzen, maar dit vertelde hij mij. Okay. En ik laat in het midden wie dat is, maar dat is in ieder geval, dit hoor ik uit de markt. Ik heb zelf overigens bij het testen van mijn systeem ook meegemaakt dat ik in een woning stond bij de ventilatieunit die ik aan en uit moest zetten. En dat het in mijn nek gewoon waaide. Ja, ja. En terwijl we echt alle ramen hadden dicht gedaan, dat was gewoon een hele partij dakpannen was van een plek geschoven en daar zat een lek. Ja. En met ons systeem kan je die 2 woningen doen met de blower door. En vervolgens die andere 18 doe je met de blower door en met ons systeem. Hè, om te zien wat de vergelijk is. En dan loop je die andere 18 woningen loop je even snel langs met ons systeem. Ja. Maar dan kan je met 1 keer aan- en uitzetten van het ventilatiesysteem... kan je zien of die hetzelfde doet als de blower door. Ja. Okay. En dat is het grote voordeel. Het grote voordeel is dat we waar we naartoe willen... dat zei de dame gisteren ook in de inleiding... je wil 100% van de woningen wil je meten. En, liefst wel. Dat wil je gewoon. Dat is ook waar men naartoe aan het gaan is. Ja. En met ons systeem kan je 100% van de woningen controleren. Ik zeg niet dat er een QV10 uitkomt die op de komma goed is. Overigens met een blower door is dat ook vaak nog best moeilijk. Maar daar is het te doen. En dat kan de specialist en die is er even mee bezig. Maar met ons systeem kunnen die andere woningen ook getest worden. Ja. En dat is de grote winst. Ja.
Duidelijk. Wat ik ook zo leuk vind, is dat het zo heerlijk elegant is eigenlijk. Eigenlijk is het nog eenvoudiger dan de blower door. Het is super elegant. Ja, het grappige, maar het is wel leuk dat je dat zegt, want een van de aardige dingen is ook dat mensen die in ons vak zitten en komen kijken, toen ik het systeem kreeg aangeleverd, de vraag kreeg aangeleverd, snapte ik echt niet wat die nou precies bedoelde. En dan ben je het aan het uitleggen en op een gegeven moment valt het kwartje dan van, oh ja, zo is het. Wat elegant, wat simpel. Ja. En ik had gisteren een journalist van een blad en daar kreeg ik het niet uitgelegd. Maar toen bleek toen ik... Nog even werken aan de brochure dan. Ja, nou, hij wist ook niet wat een blower door was. Dus daardoor werd het lastig. Ja, dat scheelt. Ja. Jullie inzending, waarin is die vernieuwend, onderscheidend, beter? Nou, we kunnen wel weer een mooi bruggetje maken van inderdaad, als dat huis dan uiteindelijk inderdaad dicht blijkt te zijn, dan moet je toch ook wel zorgen dat die mensen daar in dat huis kunnen ademen. Want dat is wel het punt. Cruciaal. Je gaat het huis dichtmaken, dichtmaken, goed isoleren. Maar vervolgens is dat eigenlijk een schil waar je in zit, waar je ook moet kunnen ademen. En het is onze missie eigenlijk om iedereen van die gezonde, de beste luchtkwaliteit te voorzien. Ja. Ook in de huizen die nog worden opgeknapt. Ja. Dat is wat we in de energietransitie natuurlijk gaan doen. Alle huizen moeten energiezuinig worden. Dus die worden geïsoleerd, die worden hier dichtgemaakt. En vervolgens willen we daar ook goed kunnen ventileren. Nou, ventileren betekent dat je ook op een comfortabele manier dat kan doen. En dat kunnen wij met het multi-air supply systeem doen. Ja. Dus dat is het innovatieve, dat we ook voor iedereen in die bestaande bouw nu kunnen helpen met gezonde lucht. Ja, duidelijk. Remeha, ten opzichte van de huidige situatie. Ja. Nou, we kennen de HR-ketel en dit is een HR-ketel. Hè? Dus je zou inderdaad kunnen vragen van, goh, wat is nieuw? Maar de essentie zit er natuurlijk in dat we waterstof gebruiken. Hij werkt op. En dat is niet hetzelfde als aardgas. Daar moet je echt een aantal dingen anders voor organiseren. En dat betekent dat waar we wat moet je daar anders voor organiseren? Nou, waterstof verbrandt op een andere manier dan aardgas. De vlam is 8 tot 9 keer zo snel. De vlamtemperatuur is een beetje anders. Waterstof is veel dunner, vluchtiger. Dus je moet een aantal dingen anders doen dan je gewend was. Misschien is het nog wat leukste dat de vlam onzichtbaar is. Niet alleen voor het oog, maar ook voor de traditionele manier van meten. Zichtbare vlam heeft ook voordelen. Nou, dus als je door het raampje kijkt, dan zie je... Kijkglas hebben we niet meer nodig. Er valt niks te zien. Nee, dus je moet een aantal dingen anders organiseren. En wat er revolutionair aan is, is dat we dat nu voor elkaar hebben. En dat we niet meer hoeven te praten over een waterstof-economie, maar dat we ermee kunnen beginnen. Ja. En in die zin is het natuurlijk wel een revolutie, want ineens is iets mogelijk gemaakt waar we al heel lang met elkaar over praten. Ja. Wat zijn je verwachtingen? Dan heb ik het niet over wat je hoopt, maar misschien is het heel lastig om dat te beantwoorden. Maar wat verwacht je de komende jaren? Gaat dit echt een vlucht nemen? Ja, dat denk ik wel. En dat is niet omdat waterstof op dit moment lekker hypt. Want er is natuurlijk een beetje hype-achtige aandacht voor het onderwerp waterstof. Dat is waar. Ja. Alleen waterstof vormt die essentiële buffer die we nodig hebben in het energiesysteem. En waar we eigenlijk geen fatsoenlijk alternatief voor hebben. Het is dus too big voor een simpele hype. En of die aandacht even groot blijft als die nu is of enorm toeneemt, dat weet ik ook niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat die ontwikkeling wel doorgaat. En dat we de komende jaren ook grote demonstraties gaan zien in Nederland. Ik verwacht ook dat er vanuit regelgeving naar gekeken wordt. Dat zal moeten, maar ook gaat gebeuren. Want eigenlijk is het hele buffervraagstuk tot nog toe genegeerd in de energiediscussie. Mm-hmm. Een hele mooie alternatief voor de warmtepompen eigenlijk. Die ook een beetje gehyped zijn. Die zijn ook wat. Ja, dat zie je bij heel veel ontwikkelingen de laatste jaren. Ja. Het ene jaar was de mode, we gaan een nul op de meter woning maken. En een jaar later was het all electric. Toen was het van het gas af. En nu is het ineens waterstof. Gaan we weer aan het gas. Dus het vliegt alle kanten op. Ik denk dat we wat meer rust in die discussie gaan zien. De realisatie dringt door dat we al die energiedragers nodig hebben. Maar dat niet de essentie van het vraagstuk is. We hebben die dragers, nee. De duurzame opwek, het gebruik. Dus ik verwacht veel meer realisme in de discussie. En aan de hand daarvan ook aanpassing in regelgeving. Zodat die oplossingen ook allemaal daadwerkelijk gebruikt kunnen gaan worden. Want regelgevingen staan heel veel oplossingen op dit moment nog in de weg. Ja, wat mij in jullie voordeel lijkt te werken, is het feit dat het kan werken in combinatie met de bestaande infrastructuur. Sorry, dat? Dat het kan werken in combinatie met de bestaande infrastructuur. Ja. De leidingen, gasleidingen kun je gebruiken. De leidingen die er liggen, kunnen we met relatief kleine aanpassingen gebruiken.
En dat betekent dat we dus ook niet moeten hoeven te gaan verzwaren in andere infrastructuur om de gasleiding te compenseren. Hè? Ja. En we beginnen ons te realiseren dat van het aardgas afgaan iets anders is dan de gasinfrastructuur weggooien. Precies. Nee, die kunnen we hergebruiken en daarmee kun je netverzwaring voorkomen. Ja. Ja, die miljarden kunnen we dus in de zak houden en bijvoorbeeld gaan gebruiken voor meer duurzame opwek, waar eigenlijk de focus ook heen zou moeten. Is de energieinhoud van waterstof genoeg om dat ook die bestaande infrastructuur te kunnen vullen met gas om voldoende die huizen te... Nou, de verwachting is van wel, omdat waterstof zelf heeft een lagere energieinhoud per kubieke meter, bijna factor 3. Maar de gasinfrastructuur heeft nog een behoorlijke overcapaciteit, waar de elektrische infrastructuur eigenlijk al helemaal vol zit. Hè? Ja. Je ziet dat zonneweiden al niet meer doorgaan, want dat past daar niet meer in. Er is nog wel reservecapaciteit in de gasleiding. En het tweede is dat waterstof veel vluchtiger en dunner is. Het gaat ook veel makkelijker door die pijp heen. Dus de kubieke meter capaciteit van een leiding voor waterstof is anders dan voor aardgas. Maar het is wel de randvoorwaarde is het duurzaam opwekken en daar zijn we nog ver vandaan. Maar dat geldt voor alle energiedragers. Ja, hè? Of we nou stroom gebruiken, ja, of warmte of biomassa. Het moet uit een duurzame bron gaan komen. Dat is vooral bij waterstof nog een groot probleem. Nee, maar dat is bij elektriciteit ook een groot probleem. Ja. Laten we eerlijk zijn. Een paar procent van de elektriciteit wordt duurzaam opgewekt. Ja, oké. Okay, maar alle huishoudens in Nederland claimen groene stroom te hebben. Ja. Die inmiddels ook al verkocht is aan NS en aan Schiphol. Dus we tellen het al 6 keer dubbel. Ja, nee, we staan dus ver onderaan in de lijst van duurzame opwekkers. Voor elke energiedrager geldt. Ja. Er is een gebrek aan duurzame opwek. Vandaar dat die focus daar naartoe moet. Ja. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat we uiteindelijk allemaal energie gaan besparen. Want dat betekent ook dat je minder hoeft op te wekken. Ook wat je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken. Dat blijft gewoon geldig. Isoleren en ventileren. Warmtevraag verminderen. Ja, zeker. Kan je dat gaat dus ook hand in hand, we doen. We zitten niet op je concurrentie. Het lijkt af en toe of het inderdaad iets anders is dat water. Maar het zit heel dicht tegen elkaar aan. We hebben elkaar nodig. Kan je naast elkaar, kan zeg maar op nummer 2 is iemand die waterstof wil. Op nummer 4 woont iemand die aardgas wil. Moet hij dan moet hij lokaal iets... Nou, dat lijkt me heel lastig worden in de toekomst. Want we infrastructuur voor één drager gebruiken. Ja, in een wijk of zo. Maar ik kan wel voorstellen dat je het per wijk verschillend kunt doen. Want je moet die uitrol kunnen doen. Maar het kan elkaar ook gaan versterken. Op een andere manier. Ik kan me wel voorstellen dat op nummer 2 helemaal geïsoleerd met een warmtepomp heeft geïnstalleerd. Ja. En waar men op nummer 6... een WKK heeft geïnstalleerd op waterstof die stroom opwekt voor nummer 2, zodat het niet via de infrastructuur hoeft te komen die vol zit. Ja. Dus al die technieken gaan hand in hand. We zien ook niet zozeer een stammenstrijd tussen al die technieken. We hebben ze allemaal nodig. Ja. Maar dat kun je die is wel gaande, maar... Ja, die is wel gaande, ja. Ja, maar uiteindelijk is eigenlijk het lappendeken van allerlei oplossingen. Er is geen reden voor om die strijd te voeren. Nee. Nee. We hebben volgens mij in dit gesprek nog niet bekendgemaakt wie van jullie drie de winnaar is. Toch? Nee, dat hebben we nog niet gehouden. Nee, dat hebben jullie heel goed geheim gehouden. Maar de kijker wil dat natuurlijk wel weten. Nee, die ziet niks. Zien wij onszelf al? Nou, daarboven kijken. Oh, daar. Daar en daar. Ja, nee. En daar, oh nee, daar is geen scherm. Dat is de camera. Maar je bent te zien. Wie van jullie is de winnaar? Ja, hangt er vanaf. Ja, jullie zijn alle drie winnaars, maar volgens de jury, één van jullie... Volgens de jury hebben wij hebben de juryprijs gewonnen met de ATT. Ja. Okay. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Op welke gronden heeft de jury... Eigenlijk had ik hier een jurylid. Ja, dit juryrapport leggen ze uit waarom ze dit goed vinden, maar ze leggen ook heel goed uit waarom ze de andere twee nominaties goed vinden. Dus daar kan ik niet direct uit destilleren wat er gebeurd is. Maar ik heb zelf het gevoel dat de knuffelbaarheid van ons product... Ik hoor hier een paar keer het woord elegant. Ja, elegant. En wat maakt het zo elegant? Ik heb echt anders. Nou ja, kijk, die blower door, dat is een groot frame en zo'n ventilator. En wij hebben een heel lief klein vaatje. Je had hem mee kunnen nemen. En wat je gewoon zo, kunnen zetten. Ik had het mee moeten nemen. En dan zet je is het ook op. Heel elegant vormgegeven? Het is mooi vormgegeven. Ja. Okay. Ja, dus keuren is echt mooi. Is dat ook door de jury benoemd? Heb je dat teruggehoord? Stond niet in het rapport. Nee. Wat stond er wel in het rapport? Dat en dat vond ik wel een hele leuke uitdrukking, dat luchtdichtheid is de dark horse van de energietransitie. Dat vond ik een hele mooie zin. En dat zij vonden dat de installateur hier echt mee uit de voeten kan en daarmee de algehele adviseur wordt voor verduurzaming van een woning. Ja. Dus niet alleen maar de ventilatie, maar ook over iets kan zeggen waar hij feitelijk niks mee te maken heeft, namelijk de bouwkwaliteit van het huis.
daar heeft hij niet mee van doen. Maar wel om zijn WTW in te regelen moet hij huis luchtdicht zijn. Je kan het een beetje vergelijken met de man die de pakketvloer komt leggen. En die een hele bobbelige bodem aantreft. Ja, daar kan hij zijn pakket niet op leggen. Ja. En zo kan je ook niet een WTW inregelen in een huis waar het lucht ontsnapt langs andere kanalen dan jij wil. Ja. Dat kan hij hier snel even mee testen. Is jullie vinding vooral bedoeld, zal het vooral gebruikt worden door installateurs? De inzet is om dat te doen, want we hebben dit ontwikkeld in samenwerking met TNO, met een door het Rijk gesubsidieerd project, een TKI-project, SecureVent. En dat is bedoeld om toegankelijke meetmethodes voor de installateur te maken. En dat is op het gebied van luchthoeveelheid, luchtdichtheid en geluid. Ja. Die drie componenten waarvan wij er twee hebben gedaan. De luchthoeveelheid hebben we ook een nieuw instrument voor. In plaats van de Flowfinder en die het wel net zo goed doet in een woning. En die is 5 keer zo goedkoop of 5 keer lager in prijs dan de Flowfinder. En we hebben dus dit ontwikkeld. En dat is echt bedoeld om dat bij de installateur naar binnen te krijgen. Installateur investeert in dat product. Waar praat ik over? Nou, de subsidie vanuit het Rijk die staat gewoon op het net. Daar is voor ASIN zat daar 130.000 euro is daaraan gesubsidieerd in 4 jaar tijd. Waarvan wij weer een bijdrage aan TNO moesten betalen. Dus, maar wij konden er goed iemand op laten werken. Dus 1 man hebben we erop laten werken. En wij hebben zelf zeker dat bedrag nog wel een uitgegeven aan onze eigen kosten. Zeker wel. Ja. Ik durf daar nooit naar te kijken naar ontwikkelkosten. Ik reken daar niet aan. Ik bedoel iets anders. Misschien is mijn vraag niet helemaal helder. Wat is een installateur kwijt als die... 1500 euro. 1500 euro. En de huidige... Als je vandaag komt bestellen, krijgt hij een beetje beurskorting. Oké. En zit er iets in het apparaat wat eens in zoveel tijd vernieuwd moet worden? Zitten er filters in? Zitten er andere dingen? Zit nee, batterijen er zit 1 ding in wat goed in de smiezen moet worden gehouden. Er zit een hele gevoelige druksensor in. Ja. En het is verstandig om die af en toe even te checken. En er zit een klepje in dat open en dicht gaat om het vat af te sluiten. En als je dat niet meer hoort klikken, dan moet je ook even aan de telefoon. Ja. Maar we hebben geen langdurige ervaring nog ermee. Nee, dus, maar wat wij denk ik de drempel wordt, is hoe de installateur die meting gaat doen in de woning. Ja. Dat is best wel even een dingetje. Helpen jullie installateurs daarbij? Dat gaan we zeker doen. We hebben 14 februari hebben we een dag in Heer Hugo Waard in een huis van de toekomst. Wat daar een project is, waar jullie ventilatiesysteem ook in zit. Daar gaan we met 5, 6 installateurs, misschien een paar meer, gaan we een eerste pilot doen om te kijken of ze dat... Nou, demo, ze gaan zelf aan het werk. Ja. En dan kijken of ze daar, of ze eruit komen. Ja. Maar ik denk dat een installateur die een WTW van Remea of van Brink installeert, dat die voldoende kennis heeft om dit op te pikken. En dat merken we ook in de stand. Ze komen allemaal kijken, ze vinden het allemaal leuk. Maar het is ook zo elegant dat het gewoon begrepen wordt. En de goede installateur die begrijpt dat. En die wil het ook best meenemen eventueel, denk ik. Hoe teleurgesteld waren jullie toen je hoorde... Niet, want er was nog een prijs, de publieksprijs. Ja, de publieksprijs. En laat maar raden, die is naar Remea gegaan. Ja. Vertel. Nou, we vinden het ontzettend leuk, want het laat zien dat deze ontwikkeling begrepen wordt. We krijgen ongelooflijk veel respons. We hebben afgelopen jaar ook al gehad op die ketel. Men begrijpt energietransitie weer. Ik hoef niet mijn hele huis te verbouwen en weet ik wat allemaal dingen te doen. Nee, ik kan een ketel van de muur halen en wangen straks een ander op en dan heb ik die stap gemaakt. Dus ik denk het begrip, de eenvoud, het weer begrijpelijk maken van de energietransitie... Dat die ervoor zorgt. Ja. En vinden we ontzettend leuk om die waardering van het grote publiek te krijgen. Dus. Jurywinnaar, publiekswinnaar, in welk opzicht zijn jullie de winnaar? Allereerst mijn felicitaties natuurlijk aan beide heren. Want super dat jullie gewonnen hebben. Gewoon een goede collega. natuurlijk vinden we het jammer dat we niet gewonnen hebben. Maar we zijn wel heel trots dat we genomineerd zijn geweest. Dat laat denk ik ook wel zien dat ook het thema waar wij aan werken, dat dat ook op de agenda zit. En dat dat ook door de jury is erkend. Onderkend, ja. En ook de woorden van de jury, ik weet niet precies wat ze zei, maar het ging in ieder geval over dat het nu ook mogelijk is om dat iedereen van gezonde lucht te voorzien. En dat in de energietransitie dat nu mogelijk wordt gemaakt. Ja.
Dus het helpt elkaar allemaal. En dat is, daar zijn we trots op dat we daar aan kunnen meewerken. Oké. Wat merken jullie nu op de beurs van ja, deze noviteit? Ja. Jullie hebben het hartstikke druk. Ja, we hebben het heel druk. Gekkenhuis. Ja, het is gekkenhuis. Ja, en ook veel met dit werk. De interviewtjes. Maar heel erg leuk. Gewoon een hele leuke manier van belangstelling. Ja. Ik bedoel, om even een voorbeeld te noemen van hoe leuk. Gisteravond kwamen er twee... Gisteren aan het eind van de middag kwamen er twee dames met zo'n taart. Kijk. Echt zo'n taart. En er stond groot op Remea. En die kregen wij van Remea. Dus ja. Oh, ben ik daarop, s'avonds, wij kregen de taart niet op. En ik was met de trein, maar ik heb hem toch helemaal ingepakt en mee naar huis genomen en in de buurt uitgedeeld. Dus ik dacht dat je misschien vanmorgen als ontbijt... Ja, en ben nog even op de stand van Remea langs gegaan. Jullie directeur gefeliciteerd. En daar stond een meneer bij die me ook een beetje weifelend feliciteerde. Dat was zijn algemeen directeur. Die ja, ik geef jou geen hand. Jullie zitten dicht op elkaar, begrijp ik wel. Een ja, beetje. Uit, goed. Ja. Uiteindelijk hadden wij natuurlijk ook willen winnen. Maar we gunnen het Aasin van harte. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ook heel aandacht krijgt, die luchtdichtheid. Ja. Dus, wat merken jullie? Nou, bij ons is het aandacht voor bij ons is ook gigantisch druk op de stand. Heel veel aandacht. We hebben dit systeem voor het eerst op de energiebeurs in Den Bosch laten zien. Dus sinds die tijd zijn we er al mee bezig. Ja. En staat eigenlijk de telefoon en e-mailbox staat rood gloeiend. Ja. We zijn de hele tijd bezig geweest om mensen te beantwoorden van hoe het kan. En we moeten zelf ook nog uitvinden hoe het allemaal precies ingepast kan worden. Dus daar zijn we dagelijks mee bezig. En nu ook op de stand zijn we dat veel mee bezig. En vanaf eigenlijk gisteren is het systeem ook daadwerkelijk leverbaar. Dus we gaan nu ook, zijn nu op de markt op. En de eerste toestellen zijn wordt er weer al uit. Verkocht? Ja, er wordt echt wordt volop verkocht. We hadden een waslijst aan mensen die stonden te wachten. Interesse. Totdat het eindelijk vrij werd gegeven voor de verkoop. Dus we zijn volop aan het uitleveren. Ja, dat is echt super, super mooi. En bij Remea, wat NOS-journaal waardig? Het is waanzinnig druk. Iedereen wil over waterstof praten. De lijst met aanvragers voor proefprojecten die explodeert. Goed woord, explodeert. zo kun je er naar kijken. Nee, maar dus de belangstelling is gewoon enorm. Ik denk hetzelfde effect als waarom de publieksprijs überhaupt gewonnen werd. Maar gewoon ontzettend leuk. En op een vreselijke leuke manier van aandacht. Dus concluderend stel ik vast dat hier in dat opzicht drie winnaars zitten. Want jullie profiteren alle drie. Zeker. Zo voelen we ons wel. Ja. Wij ook. De aandacht. Ja. Oké. Dankjewel, alle drie. Nogmaals gefeliciteerd met de nominatie. Gefeliciteerd dankjewel. Met de juryprijs. Wil je nog iets zeggen? Nee hoor, ik ben heel tevreden. Okay. Het was erg leuk. Leuk om hier te zijn, dankjewel. Ja, leuk. Gefeliciteerd met de publieksprijs. En u gefeliciteerd met uw aanwezigheid in het VSK Nieuwscafé. We gaan nu even pauzeren. We zijn over 5 minuutjes bij u terug. Tot zo.